Paul Zonneveld, de organisator van deze Christmas Fair. Was het een hele klus om deze organisatie weer rond te krijgen? Ja, dat zeker weten. En wanneer beginnen jullie ongeveer met de organisatie? Het idee ontstond in december vorig jaar. Michiel, dat is van het slot, Slot Assenburg en ik. En in december zijn we een beetje rustig aan begonnen. En vanaf eind januari, begin februari vol gas. Er is wel een concurrentie, geloof ik, hè? Ja, dat is zeker het geval. Er is natuurlijk in Heemskerk al eerder iets aan de hand geweest met de heel succesvolle kerstbeurs. En dat is verhuisd naar Haarzuilens. Dus dat ook. Maar er zijn meerdere kerstbeurzen. Dat klopt. En wij willen echt er tussenuit steken. Dus je moet echt iets neerzetten. Wil je zo'n groot publiek trekken wat we nu doen. We hebben ook twee tenten. Op het voorterrein, op het achterrein in de kasteeltuin. Dus dan kun je ook lekker beschut heerlijk een gloewijntje drinken. En in het kasteel natuurlijk heel behagelijk. Zoals je kunt zien. Deze tent ziet er ontzettend gezellig uit. Kunt u iets vertellen over uw producten? Ja, we hebben heel natuurlijke producten. We hebben tuinsets, zoals je hierachter ziet, zeg maar, die zijn heel grof. En die komen uit Hongarije, maar laten we ze maken. En we hebben de meeste natuurlijke producten, dus inderdaad ook meer met geweien en met vachten en van alle soorten, als het maar natuurlijk en mooi en robuust is. En welke producten verkoopt u het meeste? Meest op dit moment de vachten, de geweien, de longhorns, de waterbuffels. Vlinders gaan goed, ook de oude materialen wel, het zink en het emaille, dat is ook weer terug, dus dat verkopen we ook. Dit is jullie specialiteit? Ja, we zijn hier bij Mochi, dat staat voor more koffie, ijscream en chocolate. Dus we verkopen handgemaakte chocola, ijs verkopen in de winkel en natuurlijk heel veel lekkere snoepdingen. Ik zal hem even gaan proeven of hij ook zo lekker is als hij eruit ziet. Het is een aanrader. Dit is het bekende aardbeien saté met chocola. Dit is de gezonde, maar ook wel weer ongezonde versie van de saté. Heerlijk. En hebben jullie nog leuke dingen gekocht? Ja. Er staat een kraampje met plankjes, om broodjes te snijden. Dat is heel leuk. Heel veel dingetjes om te eten. Ja. Leuke vaccinelichtjes, leuke kersthangertjes, mooie sjaals. Ja. Die sjaal die je om hebt? Ja, die heb ik hier ook gekocht. Ja. Past mooi bij je kraag. Ja, dankjewel. En hebben jullie nog inspiratie opgedaan voor de kerst? Leuke nieuwe trends gezien? Ja, we zagen een kerstboom. En dat kan je buiten tegen de muren aanzetten. Lichtjes erin doen. Dus als je nou geen binnenboom wil hebben, kan je het ook buiten gezellig maken. Dus dat was wel iets wat wij nog niet eerder gezien hadden. Nee, dat was eigenlijk van boomstronkjes, van afvalhout, zeg maar. En hebben jullie nog een bepaalde kerstwens? Dat iedereen maar heel gezond en wat meer met elkaar gezelligheid willen bouwen. Niet meer zo individualistisch. Ik wil sneeuw. Ik maak zelf kerstobelletjes. En dan doe ik kraaltjes rijgen aan de ringetjes van de. Die komen hier zo bovenop straks. Kijk, hier heb ik er al eentje klaar. Ja, het is ook begonnen uit een gekkigheidje met zelf een keer oorbelletjes maken. En dan komen de vriendinnetjes van, heb je een in het groen? Nou ja, op een gegeven moment kijk wat hier staat. Alle kleuren staan er. Dus nou ja, wat doe je dan met de rest? Ik maak een leuke uitstalling voor in de verkoop. Wij zijn van Brandhof Bijzonder Brood. En wij doen ambachtelijk broodbakken zoals het vroeger ging. Zo'n lekker vuurtje, dat trekt ook altijd aan als het wat kouder is, hè? Absoluut, absoluut. We kunnen ons af en toe opwarmen. En heel veel mensen die komen er ook even bij zijn om even op te warmen. Dus ja, dat is wel heel gezellig. Zelfs de mensen uw brood geproefd hebben, willen ze nooit geen ander brood meer? Echt niet anders meer. Wij hebben mensen bij ons in de omgeving die echt onze evenementen aflopen. Dat ze op onze site kijken van waar staan ze nu. Wij verkopen Engelse fudge. Die fudge komt echt uit Engeland. Dus sommige mensen maken het voor zichzelf. Maar wat wij doen, is wij kopen van een bedrijf dat maakt in een traditionele manier. Nederlanders kennen alleen twee of drie verschillende smaken, maar wij verkopen meer. En wat is de lekkerste smaak? Nou, ik kan dat niet beslissen voor iedereen. Je moet even denken dat sommige mensen houden van thee en sommige mensen van koffie. En wat wij doen met koffie, we hebben bepaalde smaken, zeg maar de karamels en de chocoladesmaken. Maar we hebben ook voor thee mensen, we hebben fruitensmaak. Vanaf deze gezellige, sfeervolle kerstmarkt bij Slot Assenburg, waar het helaas wel een beetje regent, wens ik alle 251 tv-kijkers alvast heel fijne feestdagen.